Ja, ik zat eventjes op de site te kijken van de PVV, het meldpunt voor Midden- en Oost-Europeanen die overlast veroorzaken. Daar gaan we het over hebben. Het eerste onderwerp in met Ad op pad vandaag. Daarvoor gaan we naar Zundert. Hier staat nog een laatste gebakje voor Valentijnsdag. Daar gaan we ook nog aandacht aan besteden. Kijken of dat toch een beetje leeft in Brabant, Valentijnsdag. Ja, van gebak word je ook weer dik. En dat is dan weer het laatste onderwerp over dikke Brabanders en levensverzekering. Want die mensen die moeten opeens meer gaan betalen. En tegenwoordig is dik zijn ook al een reden voor ontslag. En voor dat onderwerp gaan we dan naar Maden. Dus Valentijnsdag, het middelste onderwerp, dik zijn. En we beginnen met de PVV-site over overlast door Oost-Europeanen. Er is nogal wat te doen over het PVV-meldpunt, waar je anoniem klachten kunt deponeren over Molanders. Dat zijn inwoners van Midden- en Oost-Europese landen, dus mensen uit Polen en Roemenië. De burgemeesters van Brabant, onder andere van Helmond, Van den Bosch, Tilburg en Breda, die hebben al laten weten dat ze dit meldpunt belachelijk vinden. We zijn in de gemeente Zundert. Hier wonen en verblijven nogal wat mensen uit Polen en Roemenië. Die werken hier in de tuinbouw bij de boomkwekerijen. En we gaan eens vragen wat de mensen hier in Zundert vinden van dat meldpunt van de PVV. Vindt u het goed dat er zo'n meldpunt is? Nee, absoluut niet. Nee, absoluut niet. Ik denk dat dat heel goed is. Ja, je mag je mening geven over bepaalde zaken. En ik denk het goed is dat er dan een meldpunt komt. Omdat er natuurlijk nogal wat speelt binnen de gemeente. Ik vind het eigenlijk ongepast als mensen op een gegeven moment hier voor proberen een toekomst op te bouwen. Toch dat ze wat verdienen. Dat ze dan op die manier weggezet worden. Dat vind ik niet helemaal juist. Ik ben er op tegen omdat de VVV veel te hard met de buitenlanders omgaan. De PVV bedoelt u? Ja, dat klopt. De PVV. Je moet het anders oplossen en niet zo. Want zo krijg je alles bij elkaar en volgens mij is dat geen goede oplossing. Wel vind ik heel belangrijk dat er eerder geluisterd wordt naar de mensen. Er moet iets gebeuren, hè, want het loopt natuurlijk helemaal uit de hand. Met de buitenlanders, om het zo maar eens te noemen. Malafide illegale uitzendbureaus begint daar eens mee. Uitzendbureaus die Polen naar hier brengen en we hebben geen werk, zet ze dan terug daar. De basis is helemaal verkeerd. En de basis is allemaal in Nederland, mag alles. Is niet een beetje sprake van discriminatie als we dat op deze wijze gaan doen? Ja, misschien wel, maar ik denk dat het wel een goed recht is van iedere Nederlander, hè, dat je kunt klagen. Ja. Ik weet niet of dat echt discriminatie is als je alleen een meldpunt hebt. Dat denk ik niet dat er echt discriminatie is. Alles moet niet over één kam geschoren worden. Er zitten ook veel goede mensen bij. Maar goed, dat heb je ook bij de Nederlanders die hier wonen. Daar zitten ook verkeerde mensen tussen. Landelijk niet doen. Ik zou het regionaler maken dan. Echt ik denk dat er bijvoorbeeld hier in de Contraille meer zitten, bijvoorbeeld als in Amsterdam. Dus ik zou het regionaler houden dan landelijk. Ik denk als er allemaal veel te veel omheen draaien, er worden geen besluiten genomen. Iedereen zet wat er iets moet gaan gebeuren. Maar er komt niets. Niets. Er gebeurt niets. Dus ik zou het meer iets voor de lokale partijen vinden.
dan voor de landelijke politiek. Oké. Mooi, hè? Heb jij er ook nog iets op te zeggen? Heb jij er ook nog iets op te zeggen? Nee. Oké. Okay. De meningen waren verdeeld, dat hadden we ook wel een beetje verwacht. De een zegt van ja, het is goed dat er zo'n anoniem meldpunt is, want er is inderdaad overlast door Polen en Roemenen. Maar de ander vindt dat dat toch eigenlijk niet kan in een land als Nederland. En dan hoorden we ook nog van een mevrouw die zei van, nou misschien moeten er regionale meldpunten komen op plaatsen waar er overlast is. Bijvoorbeeld hier in Zundert. Wij hebben het antwoord er ook niet op. De politiek zal het antwoord moeten geven. Ja, ik moet zeggen, het was een beetje een trieste dag hoor, dinsdag 14 februari. Ik heb maar één kaartje gehad, mailtjes ook nauwelijks. Dus nee, Valentijnsdag was niet aan mij besteed dit jaar. Ik ga ze vragen hier in Etten-Leur of er wel mensen zijn die een kaartje hebben gekregen of een bloemetje met Valentijnsdag. Het winkelcentrum van Etten-Leur, daar brengen we een bezoek aan. Hebt u nog iets gemerkt van Valentijnsdag? Nee. Nou, toevallig kreeg ik vanochtend een sms van mijn moeder dat ik een kaartje heb gehad. Oh! Maar ik heb het nog niet gelezen. Dus dat is nog een verrassing. Klopt, ja. Helemaal geen kaartjes ontvangen? Nee joh. Nee, dat is in onze generatie is dat niet zo gebruikelijk. Ik denk de jongelui daar meer omgeven. Heb je zelf wat aan gedaan? Nee, dit jaar helemaal niet. Nee, ik doe er niks aan. Ik doe er ook niet aan. Nee. Want? Het is voor stille liefdes. En ik ben getrouwd. Ja. Voor mij is het gewoon dinsdag. Ik doe er niet aan. Geen stille liefde erbij? Als het goed is niet, nee. Het is niet de bedoeling. U hebt natuurlijk vrachten met post vandaag. Ja, dat klopt. Ja. Het is druk, ja, dinsdag. Ja, dat klopt, ja. Is het inderdaad zo dat er veel Valentijnskaarten bij de post zitten? Het was gisteren al dat het wat Valentijnskaarten. En ja, nou vandaag ook nog wat extra eigenlijk. Dus, ja. Dat merk je wel als TNT? Ja, dat merken we nog wel. Ja, kerst en Valentijn en dat soort dingen. Nee. Ja, voor de rest wordt het allemaal wat minder, zo links en rechts. Maar dat soort dagen, dat blijft toch wel. Je doet er zelf ook niet aan mee? Nee, nou ja, goed, ik heb er wel aan gedacht. Ik denk, ik zal hem eens een kaartje sturen of zo. Maar daar ben ik al van afgestapt. Nee, joh, dat doen we niet. Wat gehad voor Valentijnsdag? Nee, niks. Oh. Nee, ik doe niet aan Valentijnsdag. Niet zo romantisch? Nou, ik vind Valentijnsdag op zich niet zo romantisch. Ik heb het gevoel dat dat meer bedoeld is om geld te verdienen voor winkeliers. Dus. Je doet er zelf ook niks aan? Nee, helemaal niks. Ook niet stiekem hopen van, misschien nog een kaartje? Ja, maar ja, dat denk niet dat erin zit dit jaar. Nou, volgend jaar beter. Ja, hopelijk. Ik heb altijd het idee dat Valentijnsdag toch een beetje opgeklopt wordt door de commercie en door de media. Ja, beeld werd hier in Etten-Leur eigenlijk wel bevestigd. Nauwelijks mensen die iets doen aan Valentijn en als ze dan wat doen, ja, dan is het een enkel kaartje of een enkel bloemetje. Wat zie ik allemaal staan? Broodje rookworst, warme chocomel, snert. Het lekkerste worstenbroodje van Brabant hebben ze hier. We zijn in Maden. Gaan we het over eten hebben? Nou ja, niet helemaal. We gaan het over dik zijn hebben. Want ja, het is allemaal wel lekker natuurlijk. Maar ja, ook heel veel calorieën. En af en toe geeft dat niks. Maar uit onderzoek blijkt dat de helft van de Brabanders eigenlijk te dik is. Ik ga eens vragen hoe dat nou kan komen. Dat we allemaal toch een beetje uitdijen. En we moeten meer gaan betalen, tenminste als je dik bent, voor de levensverzekering. Is dat wel terecht? Dat is de vraag die we stellen in Maden. Hoe komt dat nou, dat er zoveel dikke mensen zijn tegenwoordig? Ja, dat werd eerder denk. Ik kijk me naar mijn eigen. Ja? Ik ben ook niet meer van de slankste. Maar ja, dat doet de leeftijd ook. Ja, maar goed.
Nou, daar. Vraag ik zeg niet ook, want ik weet. Schrikken jullie er allemaal van? Het zal ook wel door de consumptiemaatschappij zijn, denk ik. Ja, in beweging natuurlijk. Ja. Nu, u let wel op het voedsel of voldoende beweging? Voldoende beweging wel, maar voedsel weet ik dat al een slecht punt is voor mij. Mm, ja. Ja, ik hou echt van het lekker Brabantse leven. Ja. Maar je hebt geen aandacht om dik te worden. Wel opletten hoor. Oh, een beetje opletten, ja. Nou, 70 kilo weegt u? Ja, oel. Oel? Doet er maar wat bij. Nou, 70,5. Nou, echt niet. Nee, ik zou het echt niet weten. Ja, ik denk allemaal ja, vet eten allemaal, denk ik. Ik denk aan gewoon, ja, de voeding. Ja, dan moet het al liggen. Ja, er zijn mensen die diëten en zo, dat lijkt me, dat werkt niet. Mm. Dat is blijkbaar ook een hele goede methode om juist aan te komen. Ja. Dan moeten mensen die te dik zijn meer gaan betalen voor hun levensverzekering. Vind je dat een goede zaak is of klopt dat eigenlijk niet? Ja, ze hebben een grotere kans om ziek te worden. Ja, ik weet niet. Ja, dat weet ik echt niet hoor. Ik heb niet zoveel verstand van verzekeringen, laat maar zeggen. Ja, hoe ver, waar moet je de grens trekken? Het is nooit geweest, maar misschien als dat zou stimuleren... Dat dan een goede zaak zou zijn. Ja. Dat is een mooi discussiepunt. Dat is een ethisch dilemma eigenlijk, denk ik zelfs. Het is namelijk zo dat ik denk... mensen die ook niet gezond eten... zit vaak ook een psychisch probleem achter. Mm-hmm. En die worden dan ook nog gekocht, zeg maar... op de uitkering of op het geld, zeg maar... als ze kunnen besteden aan levensverzekering. Dus daar sta ik niet altijd helemaal achter. And everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime. Nu moeten mensen die te dik zijn meer gaan betalen voor hun levensverzekering. Is dat terecht? Nou, dat slaat er nergens op. Dat vind ik nergens op slaan, hoor. Sorry. Geet erbij die er helemaal niks aan kunnen doen. Die dan? Nee. Ja, ze kan er best een ziekte of zo bij. Ja, wie zal het zeggen en dan? Nee, dat vind ik gewoon belachelijk. Nee, dat vind ik nergens op slaan. Nee, ik denk dat ze... echt ook moeten gaan kijken met wat er allemaal in de schappen wordt gelegd. En het ziet er altijd allemaal zo mooi uit. Maar juist de leuke dingen met heel veel kleurtjes en die zijn meestal het minst gezond, zeg maar. Is dat terecht, vindt u? Nou nee, dat vind ik niet nodig. Nee, dat vind ik niet nodig. Ik vind iedereen moet zijn eigen doen wat hij zelf wil, vind ik dus. En als ze weten zelf ook wel wanneer dat het iets... fout gaat of zo, denk ik. Dus, Kijk, we weten het natuurlijk allemaal wel. Hè? Te veel eten, te vet eten en te weinig bewegen. Ja, daar word je dik van. Of dat de levensverzekering voor mensen die te dik zijn nu verhoogd moet worden. Nou, de meeste mensen vinden dat toch niet terecht. Laten we afspreken. We krijgen nu eerst carnaval. Dus dan nog eventjes wat drinken, wat eten. En daarna gaan we allemaal weer een beetje letten op wat we naar binnen slaan. En wat meer bewegen. Hè, want dan wordt het ook voorjaar. Dus even kijken. Ik heb hier de keuze uit de gezonde vishandel. De pizzeria. Of het cafetaria. Ik heb zin in een frietje. Ja, ik zei eventjes bij ons planningsbord te kijken voor de onderwerpen die verzonnen zijn voor de eerstvolgende aflevering van Met Ad op Pad. Die is komende vrijdag. Maar ik vind er geen één leuk onderwerp bij. En vrijdag begint carnaval, dus dan gaan we het gewoon over carnaval hebben. Dus komende vrijdag staat Met Ad op Pad helemaal in teken van carnaval.